Tijdens de Rabo FIH Champions Trophy en de Rabo 4 Nations Cup zijn er ruim 200 vrijwilligers rond het Wagenerstadion in touw om alles in goede banen te leiden. Van de hoofdingang tot het perscentrum, overal zie je de in het rood gestoken supposter terug. Wij volgden vrijwilligster Esther Waai tijdens een van haar diensten in het stadion en vroegen haar later hoe je dat eigenlijk wordt, supposed. Nou, je kan je aanmelden op de site van de Hockeybond en bij Amsterdam in dit geval, van de hockeyclub. En dan kan je eigenlijk gelijk aan de slag bij het toernooi, op welke dagen je kan. En ja, waarom doe je dat eigenlijk? Nou, omdat het een heel leuk team is en je met z'n allen het hockeytoernooi tot een groot succes kan maken. En het is nog afwisselend ook. Tijdens de week zien de vrijwilligers diverse plekjes in en rond het stadion. Je staat bij de hoofdingang kaartjes te controleren. In het stadion ben je mensen naar de juiste plek aan het wijzen. De pers help je de goede weg te vinden naar het club, naar het perscentrum. Spelers in de kleedkamer te helpen. Zeker Nederland met mensen die handtekeningen willen. Dat ze toch gewoon goed in het clubhuis kunnen komen en hun dingen kunnen doen. Ja, eigenlijk kom je dus overal. Ja, dat is ook het leuke. Ik kan zelf niet 4 hockeywedstrijden op een dag kijken. Dus dan is dit een mooie gelegenheid om toch bij de hockeytoernooi te zijn. En zo allerlei toch wedstrijden te kunnen zien. Ja, want je krijgt ook nog wel wat mee even goed van de wedstrijden. Ja, ik heb net al een halve wedstrijd gezien. En als ik dat wil, dan kan je dat aangeven. En dan zo heb ik Nederland, Duitsland al helemaal gezien. Toch moeten er ook minder leuke kanten aan het vrijwilligerswerk zitten. Of valt dat wel mee? Ja, mensen die aan de verkeerde kant zijn en die eigenlijk al ergens zijn weggestuurd. En die dan dus eigenlijk niet nog een keer terug willen. Alcohol mag niet in het stadion. Dus mensen die dan net een biertje hebben gekocht, die je dan eigenlijk moet tegenhouden. Maar echt heel lastig heb ik het nog niet meegemaakt. Vooral leuk? Ja, absoluut. En zolang je het met een lach kan brengen, gaat het over het algemeen goed.